Dit is tot nu toe de oudst bekende Enkhuizer almanak uit 1686. Hij staat in het Almanak Museum in Enkhuizen. Gemaakt in Amsterdam, dus Amsterdams, is altijd beweerd. Ja, ik heb er altijd toch mijn twijfels over gehad of er nog niet oudere almanakken waren. En of het misschien zo zou kunnen zijn dat hij dan toch uit Enkhuizen komt. Ja, voilà, daar is hij. En kijk, een nog oudere almanak uit 1680 met onomstotelijk bewijs. Maar er staat gedrukt te Enkhuizen bij Jan Potjen in 1680. En kijk eens hier, het wapen van Enkhuizen met de drie haringen. Ja, is toch prachtig? Zo vaak wordt die vraag gesteld, waarom heet dat boekje Enkhuizer Almanak als hij hier nooit gedrukt of uitgegeven is? Nou, dit boekje zet eigenlijk de geschiedenis van de oorsprong van de Enkhuizer Almanak een beetje op zijn kop. Dus dat is niet alleen leuk voor het archief van de Enkhuizer Almanak, en voor mij natuurlijk ook een beetje, maar ook leuk voor de Enkhuizers. De 421ste editie ligt inmiddels klaar voor 2016. Maar waar is de eerste? De alleroudste. En ik weet niet welk jaar dat is. Dat weten we gewoon niet. Blijf zoeken. Blijf zoeken.